Je ziet al het geploeter, gezweet, gejank. En toch denk je, ja, zou ik ook wel willen doen. Goedemorgen, het is 8:15. Het is al goed heet. Ik ben vandaag vanaf het begin van gaan fietsen. Ik moet vaak fotograferen, maar nu mag ik even mee fietsen. We hebben al een flinke klimmen achter de rug. Ik heb vannacht heel slecht geslapen. Juist misschien omdat ik dacht ik ga vandaag echt fietsen en knallen. Maar het was ook hard en daar heb ik zelfs nog mijn matje opgeblazen. Dat komt dus fibromyalgie en dan. Daar vertel ik een aparte vlog over. Waardoor bepaalde dingen, daar kan ik heel gevoelig op reageren, zoals een hartmatras. Ik werd s'nachts wakker en ik had overal pijn. Dus dat is een goed begin. Maar ik ben toch gaan fietsen. En toch best aardig. Oh, wat ze doen, doet het heel zeer. Het is je weer gelukt. Oh, dat bedoel ik. Dan ga ik wel door. In Granada leek het mooi, al... Dit is een fantastisch mooi land, zeg. Wauw, ik had niet verwacht hoor, dit. Mooi, hè? Ja, echt. I am in the fifth year of high school. It's the last year. And we want to show you a little bit of our love. Bienvenidos, amigas y amigos. Welcome, friends. Sin violencia es como quiero vivir. I want to live without violence. We have been loved, so if we receive love, we will share love. Her youngest child was a crocodile. Ella lo quería como a sus propios pollos. And she loved him just as much as her little chicks. Rosada. We gaan, wat gaan we eigenlijk doen? Canoeing, door de rivier wandelen, springen, klimmen. Ik kom een beetje bruin worden. Dames en twee heren hier achter mij, die hebben de laatste dagen echt keihard gestreden. Vooral gisteren was het heel zwaar. Ik moest dus foto's maken, dus ik kon niet mee fietsen, maar toch vind ik het jammer. Toch, je ziet al het geploeter, gezweet, gejank. En toch denk je, ja, zou ik ook wel willen doen, denk ik. Je kunt je grenzen toch wel heel erg verleggen. En dat, nu denk ik, als ik het zie, dat zou ik nooit kunnen. Nou, ik kan de laatste twee aan. Maar dan denk ik, ik heb toch wel dingen gedaan waarvan ik toen dacht dat ik het niet kon. Hier dus in het vallei. Het water. En ik heb echt heel veel zin om erin te plongen. Maar we moeten eerst nog even een stukje lopen. Ik heb echt zo zin in het water. Mijn hoofd is echt zo wit. Twee dagen lopen. Jessica en hitte. Echt een no-brainer. Mijn IQ gaat gelijk altijd met 100 punten omlaag. Thank you.
officieel koud. Middag, 1:50. En ik bobbel over de weg in de hitte. Ik ben weer op een heuvel beland. Het is goed warm, jongens. Het is echt goed warm. Het gaat weer omhoog. Het is wel een soort gratis massage. Hoppakee, daar gaan we omhoog. Allah, Allah, Allah. Ik in mijn naas. Ik ben nog niet zo snel een afdalen. Ik ben zzp'er. Ik heb geen verzekeringen, dus ik moet een beetje voorzichtig zijn. Het laatste wat ik wil is nu uitgeschakeld worden, want ik moet deze vlog ook nog editen. En nu zit ik aan de piña colada. Met dit uitzicht. Ik had net wel een hele vloedgolf over me heen. Ik lag zo rustig te dobberen. Er kwam een surfer naar me toe en ik zat een beetje naar die surfer te kijken. Niet eraan denkende dat die surfer op weg was naar de 2 meter hoge golf die op dat moment achter mij was. Weer een avontuur. Nou, ciao ciao. Bedankt voor het kijken weer. Als je me wil liken, toppie, duimpje omhoog en abonneren. Adios.